Het is een 3-1 zegen op NAC Breda. Is het een terechte uitslag? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we een aardige wedstrijd hebben gespeeld. Zeker de eerste helft. Toch meer kansen gecreëerd dan NAC. NAC had denk ik de eerste helft geen enkele kans. Op goal tenminste. Dus ik denk dat we het prima hebben gedaan. En je stond zelf centraal achterin met naast jou Bart Vriends en Adil Awassar. Hoe bevalt jou dat met drie centrumverdedigers? Nou, dat ging prima. Zoals ik zei, we hebben heel weinig weggegeven. De coaching was goed. We hebben ook alle drie Eredivisie wedstrijden gespeeld. Dus we weten ook wel wat we van elkaar kunnen verwachten. En ik denk dat het alleen maar beter en beter zal gaan. Nu ben je een aantal weken bij Sparta. Hoe bevalt het tot nog toe? Ja, tot nu toe heel goed. We hebben een leuke groep. De club is leuk. De mensen rondom zijn goed. Dus ik heb prima naar mijn zin. En dan helpt het als de resultaten ook meezitten en dat is voorlopig nog zo? Nee, ja, een overwinning is altijd leuk. Ja, je wint liever dan dat je verliest. En ik denk, met het spel dat we nu hebben gespeeld, is alleen maar mooier. Is dat dan ook belangrijker in deze fase van de voorbereiding, het spel, meer dan het resultaat? Ja, ik denk dat we nu meer naar het spel moeten kijken dan het resultaat. Het gaat erom om dingen te herkennen, om de patronen die we trainen ook goed uit te voeren in de wedstrijd. Dat zal alleen maar beter en beter gaan naarmate de voorbereiding eindigt. Heb je ook maar een seconde tijdens de wedstrijd stilgestaan bij het feit dat je land op dat moment ook bezig was aan een wedstrijd? Ik moet zeggen helemaal van niet. Daar was ik eigenlijk totaal niet mee bezig geweest. Ja, derde en vierde plek is niet de finale, dus dat maakte me niet zoveel uit. En dit was eigenlijk een beetje de afsluiting van het trainingskamp. Morgen terug, hoe is het bevallen? Ja, ik denk dat we wel goed hebben getraind. Soms pittig hebben getraind, maar het was goed gedoseerd. We kunnen terugkijken op een goed trainingskamp. En vooruitkijken op een mooi seizoen? Zeker, zeker en vast.